Is hij geblesseerd of wil hij gewoon niet voetballen? Keeper Jeroen Verhoef is er niet bij de dijk. Waar er grote problemen zijn. De hoofdsponsor heeft de stekker eruit getrokken. En de vraag is hoe de dijk daarop reageert. Niet goed in de openingsfase, want dit is 1-0 voor de Amsterdamse voetbalclub. Doelpunt van Thomas van den Houten. En dan binnen het kwartier 0-1 op Sportpark Schellingwoude. Eerst nog de redding van Stam Bel. En dan goed afgemaakt door Van den Houten. Hij dus de vervanger van Verhoeven. En zo waren er meer spelers niet aanwezig bij de dijk. Deze man wel, Tony Tol, de rechtsback. Kan ver doorkomen, is de paas dan goed? Daar is hij perfect op maat. Maar Tim Ruder ziet zijn inzet worden gekeerd door Patrick Zonneveld. Westmaas. Lukili, van hem moet toch het gevaar komen. Dit is goed gedaan. Jaktuip, goaltjes dief. Maar hier faalt hij. De oudspits van Volendam. Eerder dit seizoen won de dijk nog van AFC. Dat was in de voorronde van de KNVB-beker met 2-0. Maar hier komt de 2-0 achter. Wat een fout van Stam Bel. En dan zegt hij, dankjewel Ilke de Graaf. En dus 2-0 voor die ploeg uit Amsterdam-Zuid. Wat doet hij daar, die keeper? Tegen die veel langere spits van AFC. Waar Sjaak Zwart trouwens een aandachtig toeschouwer is in Amsterdam-Noord. 2-0 de ruststand in het voordeel van AFC. En dus moet de dijk toch komen. Goede bal van Tol op El Idrissi. El Idrissi en Tuip nu wel raken. En dus de aansluitingstreffer voor de dijk. Goede bal hier van Tol. Op maat voor die oud spits van Jong Ajax. Vorige maand overgekomen naar de dijk. Prima assist ook op de spits. En dus weer spannend. Hier aan de dijk. Wat een fout hier bij AFC. Nou, Jaktuip. Die moet toch zitten. Of afgeven. Of gewoon zelf scoren. Hij doet het niet. Dan de slotfase. Komt er nog een kans? Het is een scrimmage. Uiteindelijk wordt die bal weggewerkt door AFC. En dus wint Amsterdam-Zuid van Amsterdam-Noord. De eindstand op Sportpark Schellingwoude. 1-2.